Het is vandaag 1 oktober, het officieuze begin van de herfst. Het regent en het blijft regenen. In Amersfoort mag er geen hout meer worden gestookt. Astma- en longpatiënten gaan van deur tot deur om hun buren te attenderen dat ze last hebben van een open haard. Het zou fijn zijn als er naast de dierenpolitie ook een ordendienst komt die die klus overneemt. Mark Rutte wordt de baas bij de NAVO. Israël rolt Hezbollah en Hamas op. Ashya ten Broeke komt acties aan. Juist op 7 oktober zijn er sit-ins tegen de genocide op de Nederlandse stations. Het is weer tijd voor rooibos thee en jezelf een herfstbrok inschenken. Lekker lauw nou douchen met het water van de warmtepomp, pantoffels aan. Een wandeltocht uitstippelen, een korte herfstvakantie plannen, uitwaaien op het strand, de was op maximaal 40 graden doen, tweedehands kleding kopen. Lekker op de fiets naar de stad en dan naar de sit-in op het centrum.

om te laten zien dat je juist op die dag niet stil wil staan... bij al die vermoorde mensen en dat gijslaars en tunnels je niets doen. Voor de rest van Nederland geldt... ga eerder van huis, houd de NS-reisplanner in de gaten. Wat is lekker eten in de herfst? Lamskoteletjes met sperzieboontjes. Lammetjes zijn het lekkerst als ze zo jong mogelijk worden geslacht. Dan is het vlees soepel en mals. Een vleesbiggetje levert een boer maar 30 euro op. Hoe maak je jezelf speelgoed voor kinderen? Met kastanjes, eikels en lucifers van houtjes kun je leuke poppetjes knutselen, maar je kunt met een touw ook een bladergordijn maken. Veel dieren hebben het moeilijk met het veranderende weer. Controleer je kat op teken, ook als je in de stad woont. Het wordt natter, dat merk je natuurlijk ook aan je huid. Smeer voor het slapen gaan een vettige crème op je gezicht. Kleed je in laagjes, dus een t-shirt onder een blouse, onder een trui... dan hoef je de kachel niet te hoog te zetten. Nasrallah was geen vrijheidsstrijder of een martelaar, maar een terrorist. Een moordenaar die aanslagen plende op onschuldige burgers. Poetin is een oorlogsmisdadiger. Hamas en Hezbollah zijn terroristische organisaties. Bramestruiken vind je vaak aan de rand van de stad. Plukt de vruchten met de hand. Voor bramenjam heb je één kilo bramen en een kilo suiker nodig. Langzaam aan de kook brengen, goed doorroeren... en dan over je gespaarde Glazen potjes verdelen, bewaren in de kelder of de schuur in de schaduw. Het werkt ook goed. Hezbollah bestookt het noorden van Israël met raketten. Israël is een grondoffensief in Zuid-Libanon begonnen. Een Midden-Oosten-deskundige zegt op RTL dat Hezbollah militair gezien... het sukkeltje van de klas is. Vanavond speelt Feyenoord in de Champions League in en tegen Girona. Ze komen een paar oude bekenden tegen, maar Deli, Deli Blind is geblesseerd. Nederland blijft ondanks het wisseltuurige herfst weer... een populaire vakantiebestemming. September was natter, maar ook warmer dan normaal. Fleur Agema gaat alles op alles zetten om een in ieder geval een spoedeisende hulp in Heerlen open te houden. Pas op, in de herfst kan het glad zijn. We genieten natuurlijk ontzettend van de kleuren van... Van de herfst: rood, bruin, oranje, geel. Maar al die blaadjes op de grond zorgen ook voor gladheid. Zet een helm op als je gaat fietsen. Rusland bombardeert een winkelstraat in Oekraïne. Er lagen zes lijken tussen het winkelend publiek. Niet alle paddenstoelen zijn geschikt voor consumptie. De meerderheid van de Iraniërs hoopt dat Hezbollah in Libanon genadeloos in de pan wordt gehakt en dat ze daarna zelf worden bevrijd van hun geestelijke leiders. Als je in shape wil blijven kun je ook thuis oefeningen doen. Zet twee stoelen naast elkaar en maak een zwaaiende beweging.